Dus hoe ik eigenlijk in Thailand ben aangekomen, het was een hele zware journey voor mij. Maar ik vond van als je iets wil doen, dan ga je, maakt niet uit wat je moet doen. Dan ga je het hard werk willen zetten om daaraan te komen. Dus ik ging op hun page en toen zag ik van dat je voor hoe zeg je, een uitnodiging moet betalen. Dat je een maand bij ze moet trainen. Dat sturen ze een uitnodiging voor je. En met die uitnodiging kan je dan naar de ambassade gaan om je visa aan te vragen. Dus ik kreeg zo'n uitnodiging. Ik heb mijn maand contributie betaald. Gestuurd. En daarna kreeg ik een uitnodiging. Maar de tweede stap was dat ik mijn visa moest gaan aanvragen. Maar je visa kan je niet aanvragen in Suriname. Dus dat wat ik moest doen, ik moest vliegen naar Brazilië. Van Suriname naar Belém. En van Belém naar Brazilië heb ik dan een bus gepakt. 2 dagen lang gereisd naar Brazilië. En daar kwam ik aan om mijn visa aan te vragen om in te dienen. Maar echter was mijn visa al goedgekeurd met al de onderliggende stukken die ik had. Weet u? Dus dan daar aangekomen moest ik daar even wachten om mijn visa krijgen. En daarna weer 2 dagen met de bus reizen naar Belém om een vlucht te pakken weer naar Suriname. En zo is het gegaan. En van daaruit sponsoren zoeken, iedereen proberen te vragen van hey, kan het lukken, kunnen jullie mij helpen, je weet het. Maar het is niet gemakkelijk om zo'n trip te kunnen bekostigen op jezelf, snap je? Dus dan, dat heb ik allemaal gedaan. Uiteindelijk heb ik heel wat mensen gevonden die ik bij elkaar heb kunnen brengen. Die wat een klein beetje konden, hoe zeg je, konden sturen, konden sponsoren van hun zak zelf. Niet geweldig groot, maar ze hebben geloof in me, dus dan de man van Potoa San. Dus uiteindelijk is het gelukt met al deze tientallen mensen. Al leuk voor mijn trip die zwaar. En toch daar aangekomen had ik een delayed vlucht van 6 uur lang van Qatar Airways. Want ik moest 5 vluchten pakken. Van Suriname naar Belém, van Belém naar Sao Paulo, van Sao Paulo naar Doha. Van Doha naar Bangkok, van Bangkok naar Phuket. Dus met Qatar Airways in Doha had ik een vertraging van 6 uur. En dan, doordat ik een vertraging van 6 uur had, dan moest ik opnieuw een ticket betalen. En als je een ticket hebt verloren, heen, heb je die ticket terug ook verloren. Dus dan moest ik in mijn zak gaan, mijn voedinggeld gaan, om deze 2 tickets te kunnen betalen. En dan zo had ik een beetje tekort, dan moest ik weer contacten, mensen bellen, vragen van hey, gaat het lukken om wat geld te sturen, weet je. En van bepaalde mensen kon ik ook niets meer horen, want het was een beetje ook moeilijk in het land voor ze. En dan zo moest ik een week lang brood met melk en cornvlees eten. Maar uiteindelijk is het, hebben ze wat kunnen sturen en het is gelukt. Oké, vertel me over het gevecht. Wanneer wist je dat je zou vechten? Wanneer wist je dat je zou vechten? Vertel me het proces ervoor. Dus ik wist van tevoren dat ik zou, toen ik daar aangekomen was, eerste week wist ik, tweede week wist ik dat ik zou vechten. En ik was gaan praten met die promotor van Tiger Muay Thai zelfs. Ik weet niet hoe het zo geconnect is. Het is misschien Godse werk. Is dat we gelijk een band konden hebben. En toen zei hij van kijk, ik zie dat je wilt. Bewijs me dat je kan winnen. Bewijs me wat je kan doen. En dan als je deze partij wint, heb je dan een wereldtitel gevecht. Die eerstvolgende partij. Vertel me over die Fitty. Ik heb het niet gezien. Dus Gimatori, ik heb je ook nog niet gesproken van Fitty Go. Enige dan zijn machine naar de foto. Dus vertel me alsjeblieft in detail hoe dat gevecht gegaan is. Kleedkamer van de Thais is heel erg anders. Daar heb je geen warming op. Je gaat niet petsen en dat soort dingen doen. En trappen en dat soort dingen doen. Wat er gebeurd is, ze zetten gewoon olie. Hoe je dat weer Thaise olie op je lichaam. Heel veel. En dan gaat het branden. En daarna doe je je kleren weer aan en dan ga je schaduwboksen. En dat was heel erg vreemd voor me. Dat was anders. Want ik ben iemand, ik moet sowieso heel goed opgewarmd zijn voordat ik naar de ring ga. Ik moet mezelf weer herinneren van, hey, dit doe ik, zo'n techniek. Hierop moet ik letten aan de ogen en dat soort dingen. En dat was heel erg anders. En ik sprak ook sowieso, ik moest ook sowieso mezelf motiveren, want het was anders. Je hebt andere mensen in je corner, weet je. Dat we elkaar geweldig begrepen. En dat was een beetje moeilijk voor me om te kunnen communiceren. Maar toen ik in de ring was, dan dacht ik van, hey, ik moet gewoon harder tegen hem gaan. Maar daarin aangekomen, je komt niet tegen een pop, snap je? Dus toen de bel is gegaan, dan hoe zeg je het, ben ik hard tegen eraan gegaan. Gewoon gelijk, met Chara Fitigo Mitaman. En daar zag ik van, die man is ervaren. Ik geef hem terug, maar hij
Hij is in balans aan het takamiburia. Dan zag ik van, hé, oké, laat me kijken wat ik moet doen met die man, snap je? Met gamma aan, met gimbakka, hij counter, komt naar binnen, gaat weer naar buiten. Hij was heel erg lenig. En hij vocht tegen een Thaise die 51 profpartijtjes had, dus dan willen we niet weten hoeveel amateur hij heeft. Dus dan toen, naar binnen zijn gegaan. Eerste minuut was het een beetje hard tegenaan gaan, maar daarna zei ik van, hé, maar ik heb zakka tempo om het te kunnen te krijgen. Dus toen kwam hij naar binnen, na dat hij zijn dingen deed, misschien een minuut ook lang, kwam hij naar binnen. Heb ik hem gelijk een reks kunnen geven op zijn gezicht. Maar toch zag je van, hé, de man is Gwendemansan. Gaf ik hem weer nog eentje, Gwendemansan. Zijn gezicht veranderde van tak, niet dat hij bang was, maar zijn gezicht veranderde van tak, hé, ay, serieus. Maar dat toen kreeg ik hem in de corner en dat toen ging ik naar zijn hoofd, een schijnbeweging naar zijn hoofd en daarna ging ik voor zijn liever. En daar had ik hem gekregen om zijn adem, zijn lucht eruit te halen, achttellen. Na die achttellen stond hij weer op en dan toen zijn we weer in een scramble gegaan, want ik dacht van hey, ik moet het gelijk neerkrijgen, want ik zie dat, oh je bent zwak daar. En dat toen kreeg hij me, ik deed een, hoe zeg je het, een switch trap naar zijn lichaam, een linker trap. Toen kreeg hij me en dat toen stapte hij in met de elleboog, waardoor hij mij ook achterlijk heeft kunnen geven. Als ik meer kijk, ik was geschrokken. Ik dacht van boy, die elleboogstoten zijn zwaarder dan die handstoten. Ik zou zeggen ook dan die trappen, want Assange zakte niet. Ik voelde het echt van dat hij. Maar ik had niet opgemerkt dat ik een scheur kreeg, want ik heb daarvan een scheur gekregen in 4-5 vechtingen. En daarna gingen we weer in een scramble. Waarbij ik hem in een clinch kreeg, die ik eigenlijk één keer heb kunnen oefenen. Eén training met die Thaise trainer. En ik onthoud het van, als hij naar binnen komt, dan lok je hem zo. En dan van daaruit plaats je die knieën. En dan toen heb ik hem zo kunnen krijgen op dezelfde plek. En dan stond hij niet meer op. Dit is allemaal in de eerste ronde gebeurd? De eerste ronde. Weet je wat gebeurt in de eerste ronde?